Tion, ja. Na het getekend tot medio 2024, is het een opluchting? Ja, een opluchting. Niet per se, het heeft wel eventjes geduurd, maar ik ben blij dat ik een nieuw contract heb getekend. Ik ben blij dat VVV vertrouwen in me heeft en dat ik nog een aantal jaren hier kan voetballen, want ik heb het ontzettend naar mijn zin. Kun je dat eens uitleggen, waarom je het zo naar je zin hebt? Ik ben nog thuis, ik ben in de buurt, ik woon in Blerik, dus dat is 5 minuutjes hier vandaan. We hebben een leuk team, nu met veel jonge jongens ook erbij vanuit de jeugd, jongens die ik al ken. En ik heb het altijd goed naar mijn zin bij VVV, trainingen zijn leuk, dus het is nog helemaal goed hier. Voelt VVV ook echt als jouw club dan? Jawel, omdat ik ook al 8 tot 10 jaar in de jeugd heb gespeeld. Dus ik kwam natuurlijk van Blerik, 8 tot 10 jaar in de jeugd en dan kom je door bij het eerste. Dus het voelt wel als mijn clubje, ja. Dat was ook altijd je droom, om het eerste van VVV te halen? Ja, was wel mijn droom, ja. Was vooral mijn droom om profvoetbal te halen. En als dat dan bij VVV kan, is dat natuurlijk mooi. En natuurlijk wil je ooit nog een keer een mooie stap maken naar een betere club. Maar dan moet ik me eerst nog verder ontwikkelen. Ik was natuurlijk middenvelder en ik ben nu op de linksbackpositie gekomen. Was in het begin eventjes wennen. Maar ik denk dat het steeds beter gaat. En voor mij is het belangrijkste om zoveel mogelijk wedstrijden te voetballen. En momenteel lukt dat. Dat ik momenteel bijna alle wedstrijden in de basis start. En dat is voor mij het belangrijkste tot nu toe. Dus dan is het wel mooi dat ik een nieuw contract kan tekenen. Had je ook verwacht dat je als linksback zou gaan spelen? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik had eigenlijk in het begin van het seizoen verwacht dat ik op het middenveld terecht zou komen. Maar ik zag al snel dat er in de winterstop toch wel aardig wat middenvelders bij werden gehaald. En een aantal middenvelders bleven ook nog van vorig jaar. En toen zat ik eigenlijk de eerste wedstrijd tegen NAC, zat ik 90 minuten op de bank. En toen kwam de trainer de volgende dag naar me toe en die vroeg van... Wat zou je het vinden als je een keer op linksback uitprobeert? Toen zei ik van ja, zodra ik minuten kan maken, vind ik het helemaal goed. Toen hebben we dan een keer uitgeprobeerd. Toen liep het eigenlijk niet slecht en eigenlijk ben ik tot nu toe niet meer weggegaan. Ben je er snel aan gewend, aan die positie? Jawel, natuurlijk is het wel eens lastig, want je komt vaak tegen snelle buitenspelers die goede acties kunnen maken. Maar ja, voor mij is het alleen maar goed. Dan kan ik me ook in verdedigend vlak kan ik me heel goed ontwikkelen. Wel merk ik dat ik als linksback krijg je... veel de bal, dus daar hou ik wel van. Dus op middenveld is het vaak eventjes afwachten. Op linksback krijg ik ook veel de bal, maar ja, tot nu toe heb ik het uitstekend naar mijn zin. Als we even naar je statistieken kijken dan. Nou, die kunnen nog wat beter. Oh, kijk. Nee, ik heb nog niet gescoord. En daar zit ik zelf toch wel vaker aan te denken. Dat ik eens een keer een doelpunt moet maken. Want ik heb ook nog niet veel kansen gehad, dat ook niet. Maar dan moet ik toch maar vaker komen. Ja, is dat echt een persoonlijk doel van je, om gevaarlijker te worden, aanvallend? Ja, dat zeker. Maar natuurlijk hoeft dat als linksback niet heel veel. Maar je ziet toch in het voetbal nu dat links- en rechtsback ook wel vaker mee naar voren gaan. En ja, ik had dit seizoen wel al wat assisten kunnen hebben. Maar helaas zijn ze er niet in gegaan. Maar ja, ik zou toch wel een keer een doelpuntje willen maken. Dat is wel lekker voor je eigen gevoel, ja.